je bruiloft is geen metamorfose dag. Jij moet jouzelf zijn, maar net met een extra touch of glamour, zeg ik altijd. Welkom bij Echtgenoten, de podcast met bruisende bruiloftstips en verhalen over de liefde. Ik ben Elke, trouwfotograaf bij Ascona Fotografie. En hierna volgt een opname van een gesprek dat ik live had op Instagram met een toffe leverancier uit de trouwbranche. Hallo! Hey, hallo Elke! Gezellig! Welkom Marie-Louise, superleuk dat we dit samen live doen en dat jij wil vertellen over jouw mooie werk als make-up artist. Ja, geweldig. Superleuk. Ja, want vertel, wat doe je precies? Wat doe ik precies? Ik ben onder andere make-up artist, al bijna 40 jaar. Daarnaast ben ik ook huidexpert en cosmetica professional. En tegenwoordig focus ik me specifiek op de 40-plus vrouwen. Ik noem het ook wel midlife beauty. Wow. Kijk, en omdat we het over bruidjes hebben vandaag, of over bruidsparen. Yeah. Er zijn er genoeg die na hun 40ste pas voor de eerste keer trouwen. Of misschien wel voor de tweede keer trouwen. Maar er zijn er ook die hun 25-jarig huwelijksfeest vieren. Of 40-jarig huwelijksfeest. Dus ik focus me eigenlijk specifiek op die bruiden. Ja, ja. Mooi gezegd inderdaad. Ja, want we hebben elkaar toevallig ook ontmoet tijdens een bruiloft. Ja. Hier in Geldrop ook. Bij bruid Carla, inderdaad. Precies. Superleuk. Ik vond jou ook heel ontspannen en heel leuk. En dus ik was ook extra vereerd dat je meedoet nu om zo jouw verhaal te vertellen. Ja. Want toen we het hadden over waar kunnen we het dan over hebben, toen zei jij nou, ik weet wel iets. Namelijk dat het belangrijk is dat een bruid herkenbaar blijft. Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, dat vind ik persoonlijk belangrijk. Kijk, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Maar wat ik zo jammer vind, en dat heb ik zelf ook eens ooit meegemaakt. Dan kwam ik op een bruiloft en ik herkende heel die bruid niet. Ik denk, gaat die man nu trouwen met iemand anders? Want zij was zo anders. Ja. Kijk, natuurlijk heb je een mooie bruidsjurk aan. Maar haar make-up die was zo overdreven much. Terwijl ze in het dagelijks leven helemaal nooit iets gebruikt. Nog geen mascaraatje. En daarbij waren ook haar kapsel was ook helemaal over de top. Dus ik dacht van, ja, dat is toch jammer. Want je bruiloft is geen metamorfose dag. Jij moet jouzelf zijn, maar net met een extra touch of glamour, zeg ik altijd. Ja, daarbij vind ik het ook belangrijk dat alles aangepast moet zijn aan het thema van die dag, het seizoen waarin je trouwt en dat het echt moet passen bij jou, bij wie je bent. Ja, ja. En hoe zorg jij daar dan voor? Want ik vind ook wat je net zei, die little touch of glamour, daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar. Maar eerst eens, hoe zorg jij ervoor dat het dan toch natuurlijk blijft? Dat het natuurlijk blijft. Kijk, ik hoef overigens, niet iedereen hoeft natuurlijk, hè. We hebben net al een vraag binnengekregen, is een try-out belangrijk? Ja, heel belangrijk. Want iedere make-up artist, visagist doet het op hun eigen manier. En dat moet ook maar net matchen met jou, hè. Ja. Of dat jij jou daar prettig bij voelt. Ja. Als mensen bij mij een try-out boeken, dan ga ik eerst ook een hele vragenlijst door. Met wat gebruik je in het dagelijkse leven? Hoe wil je eruit zien op je trouwdag? Ja. Welke jurk heb je aan? Mm. Want je hebt hele romantische bruiden. Ja. Je hebt ook van die bohemian bruiden. Een beetje hippie-achtige bruiden. Elegante bruiden. Hoe zie jij eruit die dag? Weet je welke kleur bloemen jouw boeket heeft? Mm. Stel dat jij een rood boeket krijgt. En je hebt een bruine lipstick op. Nou, dat vind ik totaal niet matchen met elkaar. Ja, ja. En dat zal jij als fotograaf ook beamen. Want ja, dan klopt het plaatje niet meer. Dat is een beetje jammer. En dan moet het plaatje wel kloppen. Op alles gebied. Ja. Dus bij mij bij de try-out gaan we eerst een hele vragenlijst doornemen. Ook een hele belangrijke is, heeft iemand last van allergieën? Oeh ja. Ja, je zou maar allergisch zijn voor een bepaalde grondstof. En die ik dan zou gebruiken, ja, dat wil je niet hebben. Nee, trouwdag. Nee.
Nee. Ook is die try-out natuurlijk belangrijk, want dan laat ik zien. Ik laat de verschillende mogelijkheden zien. Net zolang totdat iemand tevreden is met het plaatje. En met die try-out, kijk, je gaat opgemaakt naar huis. En dan kan je die dag ook erachter komen of je niet gevoelig reageert op een bepaald product. Ja. Dus ja, als jij alleen maar op jouw trouwdag opgemaakt wordt en je staat een uur later helemaal onder de uitslag of heb je huilogen ergens van, ja, dat wil je niet hebben. Dus die try-out is absoluut belangrijk. En alleen hier al voor, eigenlijk niet eens om te kijken of je het zelf wel mooi vindt, want dat zou dan iets zijn waar ik aan denk, van goh, ik vind het ook wel leuk om even te zien. Ja. Maar eigenlijk alleen al om te kijken hoe je reageert op die producten. Ja. Interessant. Ja. Ja, en waar ook, moet ik zeggen, heel veel make-up artists geen rekening mee houden, is het seizoen waarin je trouwt. In de lente hebben we heel mooi zacht, warm licht buiten. Ja. En in de winter heb je koel licht buiten. Ja. Kijk, ja, en daar hou jij allemaal rekening mee. En daar hou ik allemaal rekening mee. Ja, vertel me. Ja, en wat ik, omdat we net over die try-out hadden, schoot me ineens iets te binnen. Iets wat ik in het verleden gemerkt heb, wat eigenlijk best wel hinderlijk is. Mm. En wat je ook wel eens ziet op die programma's met die trouwjurken passen. Is als de hele familie meekomt met een try-out. Dus moeders en zussen, want iedereen heeft zijn eigen mening. Ja. Ja. En gebeurt dat wel eens dat mensen dat vragen? Samenkomen, ja? Ja, ik heb echt honderden, misschien wel duizenden bruiden in mijn leven opgemaakt. En dan komt, ja, het gebeurt wel eens dat ze zussen, vriendinnen, moeders meenemen. En moeders zijn eigenlijk wel het ergste wat dat betreft. En die hebben allemaal een mening. En daardoor wordt een bruid nog meer onzeker. Mm, en gaan ze luisteren naar wat hun moeder vindt of wat hun zus vindt. En dat vind ik. Dat moet je eigenlijk niet doen. Ja, lastig hè? Want je bent misschien ook ergens... Ja, je wil een stukje feedback of zo. En, maar jij bent de expert, dus ze huren jou in. Ja, en wat we bij de try-out natuurlijk ook eigenlijk altijd doen... is foto's maken. Juist, ja. Zodat je naderhand thuis op de foto's nog even terug kan kijken. Want kijk, op dat moment... En krijg je zoveel te zien en zoveel te horen van mij. En heb je misschien een ander idee. Maar het is belangrijk dat jouw make-up ook op de foto heel mooi overkomt. Ja, ja, absoluut. Ja. Hey, en hoe lang moet je er eigenlijk voor uittrekken zo op de dag? Op de dag zelf, op de bruiloft? Nou, op de dag zelf weet ik natuurlijk precies wat ik moet doen. Mm-hmm. Want na de try-out, en soms komen mensen ook wel twee keer voor een try-out, omdat ze nog niet helemaal zeker zijn. Mm-hmm. De try-out is altijd uitgebreid. Dat kan wel eens ongeveer 2 uur duren. Daar ligt er maar net aan. Maar op de dag zelf ben ik hooguit 45 minuten bezig. Ja. Ik plan altijd ruim op tijd in. Ja. Omdat ik inmiddels uit ervaring weet dat er altijd wel weer iets gebeurt. Of iemand belt, of iemand ertussen komt. Of, ik plan altijd ruim de tijd in, maar ik heb in principe maar hooguit 45 minuten nodig. Ik vond jou ook heel ontspannen toen bij Carla. Ja, echt, ik ben heel relaxed. Ja, je had ook echt alle tijd, die was er ook. En, ik ben... Nou ja, inmiddels wel zeggen, ik ben eigenlijk nooit gestrest. Ja. Nee. Nou, zo kom je ook niet over. Ik vind dat ook belangrijk. Enorm. Want een bruid heeft best wel veel stress in de ochtend. Ja, jawel. Ja, dat zullen ze misschien niet per se zo benoemen. Maar het is toch spannend. Het is een heel andere dag. Ja. Ze willen dat het allemaal perfect gaat natuurlijk. En, Het mooi wordt sowieso, als het gaat over de visagie. Ja, absoluut. Fotograaf erbij. Ik doe zelf tegenwoordig alleen nog maar make-up. Ik maak geen kapsels meer. Dus ik werk dan wel samen met kappers. Hè? Of we komen tegelijkertijd op de locatie. Ja. Kijk, van alles is mogelijk.
Ik heb tot 10 jaar terug wel kapsels gemaakt, maar ik heb destijds een klein ongeval gehad, waardoor ik het fijne werk met kapsels niet meer kan maken. Dus ik doe uitsluitend nog maar de make-up. En daardoor ben je daar natuurlijk ook wel nog beter in geworden, kan ik me voorstellen. Nog meer gespecialiseerd. Ja, ja. Het zit gewoon in. Het zit er gewoon in. Ja. Ik hoef heel vaak niet eens meer na te denken. Weet je, dan gaat het gewoon, net zoals je vroeger fietsen leert, zit dat bij mij in mijn automatisme. Ja. Ik kijk naar iemands gezicht. Ik kijk. Kijk, make-up is niet standaard, vind ik. Make-up moet passen bij de persoon die je bent, ja, maar moet ook passen bij de vorm van je gezicht, de vorm van je oog. Dus een bruidsmake-up is niet standaard bij iedereen hetzelfde. Nee. Het is echt iemands eigen schoonheid versterken. En die extra touch of glamour. Ja, nou, precies, daar wil ik heen. Die outfit is ook een extra touch of glamour. Ja. Hey, en hoe doe jij dat dan, die extra touch of glamour in de visagie? Ja, nou, dat ligt dus ook weer aan. Dat komt ook in mijn vragenlijstje tevoorschijn. Draag je sieraden? Welke sieraden draag je? Hoe ziet jouw jurk eruit? Zitten daar pareltjes op, pailletjes op? Gouddraad, zilverdraad? Oh ja, ja. Dus zoals ik net zei, van de bloemen moet matchen ook een beetje met je lipstick. Ja. Nu zal ik bij een rood bloemboeket nooit echt rode lipstift gebruiken bij een bruid. Mits het echt specifiek wil. Ja. Maar stel dat zij parels draagt. Ja. Nou, dan gebruik ik misschien een highlighter of iets met een parel effect ook nog op haar gezicht. Gebruik ze iets met goud, ja, dan zal ik geen zilver op de ogen aanbrengen. Zo in die match, zeg maar, om het plaatje helemaal kloppend te maken. Ja, ja. Nou, dat klinkt echt supermooi, Marie-Louise. Ja, het is de mooiste dag van iemands leven. In principe, daar gaan we van uit, tenminste, dat het de mooiste dag is. Ja, ja. Dus ja, dan moet je ook wel helemaal jezelf zijn. En niet achteraf gaan denken van, oh, had ik toch maar een visagist of een make-up artist ingehuurd. Of had ik toch maar een proefsessie gedaan. Ik heb in het verleden ook zo vaak meegemaakt dat iemand zei van, nee, weet je, ik vind het te duur om het te laten doen. En dan zeiden ze na de bruiloft, oh, ik heb er zo spijt van. En dan denk ik, ja, weet je, wat is duur, hè? Je kan ook jezelf opmaken, natuurlijk. Maar wij als professionals weten waar we op moeten letten. Hè? Ja, en we kunnen zorgen dat het plaatje echt perfect wordt. Ja, als je hoort waar jij allemaal al op let. En natuurlijk ook de producten die je gebruikt. En ik had gisteren bedacht ik me ineens nog, hoe zorg je ervoor dat het ook de hele dag mooi blijft? Ja, dat is onze techniek, hè? Ja, natuurlijk. Onze techniek, hoe wij de aanbrengen, plus de producten die we gebruiken. Wat ook is, ik doe niet alleen maar de make-up. Ik doe ook de voorbereiding van de make-up met de huid. Dus ik zorg ervoor dat, voordat ik begin met opmaken op jouw trouwdag, dat ik die huid goed voorbereid, zodat alles nog beter blijft zitten en nog mooier overkomt. Kijk, het zijn fijne kneepjes. Yes. Ja. En de mogelijkheid heb je ook nog altijd. Kijk, stel dat jij een hele dag jouw bruiloft viert. Want ja, dat is ook weer bij iedereen anders tegenwoordig. Ja. Sommigen hebben alleen maar een lunch. En anderen hebben een heel uitgebreid feest. Nou, stel dat jij een hele dag feest hebt. Dat het overdag buiten is. Maar s'avonds ga je naar binnen. Dat ik dan s'avonds even terugkom voor een touch-up. Zodat ik alles nog even extra kan aanzetten, specifiek voor het licht wat je binnen hebt. Ja, dat is totaal anders natuurlijk. Ja? Dat is weer anders. Sommige dingen die hebben zelfs meerdere outfits op een dag. Kan ook allemaal. Zeker, ja. Dus. Nou, make-up is meer dan even alleen maar een kleurtje aanbrengen op de huid. Dit is echt super mooie zin om mee af te sluiten. Nou, heel graag. Ja, dankjewel. Ik vond het echt ontzettend leuk. Ik ook. Zoals ik zei, we kletsen wel door.
is het, hè? We hebben genoeg om over te kletsen. En heel leuk om te horen hoe je dat allemaal doet. Yes. Ik hoop ook dat de mensen die hebben gekeken weer wat hebben opgestoken ervan. En gaan we hem afronden. Ze kunnen mij volgen, hè? Om tips. Ik heb zojuist een heel mooi filmpje nog opgenomen over hoe je je eigen huid beschermt. Ook heel belangrijk voor een bruidje en een bruidegom. Dus die filmpjes die deel ik op mijn Instagram-account. Dus als mensen interesse hebben, volg mij. Hele goede oproep. Nou, dat gaan we allemaal doen natuurlijk. En een heel mooi trouwseizoen alvast. Ja, jij ook. Dankjewel voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Dag.